Goedemorgen, ik ben lekker in mijn pyjama nog aan het werk. Dat kan. Jee, na de borrel gisteren was super gezellig. Maar het is weer erg laat geworden en ik zit nu te werken. Ik zit mijn agenda voor komende week te bekijken en wauw, hij is echt prop en propvol. Dag, nou ja, nee, niet dag en nacht. Nacht, oké, laat. Maar het begint letterlijk in de ochtend van 9 elke dag, dat wel. Ik doe wel echt hier zelfs om 9:30. En het gaat gewoon door en door en door. En elke avond heb ik gewoon wat erg. Oké, even kijken. Serious Request. Gracia Fashion Awards. Etentje, party. Millionaire Fair. En op vrijdag vliegen we naar Londen. En dan hebben we hier Londen. En dan hier Miss World finale. Oh, die staat er nog niet in. Maar ja. En ik eet bijna geen één dag thuis. Zoals altijd. Ik heb hier maandag eet ik in Hilversum iets. In Amsterdam. Hier eet ik in Amsterdam. Hier eet ik ervoor wel even thuis. Dit is thuis eten. Dit is ook eten. Misschien op Schiphol. Hangt een beetje af van de tijd. Maar damn. Het is echt volle week. Wauw, ik ga Gregor echt pas op donderdag zien. En hier laat. Oh. Maar kijk, ik moet dus heel tactisch plannen. Ik heb hier bijvoorbeeld op maandag van 9 tot 12 kan ik slechts echt werken. Dat betekent achter mijn laptop. Uiteraard heel veel dingen hiervan zijn werk. En meetings en zo. Maar kijk, dit is laptoptijd, zodat ik echt kan bloggen. En vrijdag heb ik een flinke werkdag, maar die avond ga ik naar Londen. Dus ik, weet je, stel ik moet nog even snel iets kopen of ik heb iets nodig, dan moet dat ook op die dag gebeuren. Dus eigenlijk moet ik proberen zoveel mogelijk af te hebben. Ja, zo zie je maar. Hè? Weet je, ik ben vlogger, maar qua agenda is het best ja, van alles eigenlijk wat ik doe. In werk valt trouwens ook filmen. Hè? Dat is dus, dit is thuis, kan ik filmen thuis. Dit ben ik op kantoor, dan film ik niet. Hier kan ik eventueel ook filmen thuis, ja. Dit vind ik nou echt pure entertainment. Kijk je naar Manies, die gewoon in het raamkozijn ligt? Manies. Oh, ze is zo lief. En fluffy. Ik ga hem even opmaken. Straks doe ik mijn haar ook. En dan kan ik zo meteen beginnen met filmen. Ik ben opgemaakt, ik ga even mijn haar krullen. En dan kan ik zo meteen beginnen met filmen. Weet je wat ik ook nog moet filmen? Dit, die Wave Z. Alleen, weet je wat het is? Ik denk dus in seizoenen. En dit is een soort van werkt het of niet video. En ik heb gewoon te veel kerstdingen die nu bezig zijn die meer bij winter passen. Dit is meer iets voor de ja, lente, ja, winter. Laten we zeggen januari, februari, zoiets. Misschien moet ik hem maar hier wegzetten, want hij staat echt zo van next video. Nee, voorlopig nog niet. Maar hij komt eraan. Haar is klaar. Even kijken. Wacht, ik gebruik even de camera ding als spiegel. Beetje undone, een beetje curly. Niet te undone zijn. Is dat wel oké? Of zal ik dit even een soort van achter... Ik ga dit met een klemmetje vastmaken. Zo. Past beter zo, hè? Ik heb op mijn lippen trouwens een hele zachte rode kleur. Eigenlijk meer peachy. Nummer 21. Rouge. Shine Edition Bourjois. Verder staat er niks op. In ieder geval, het is eigenlijk... Dit komt volgens mij van de zomercollectie. Het is echt zo'n summer red. Maar ik vind hem ook mooi voor nu gewoon. Oké, ik zit hier een video op te nemen. De camera draait. Ik heb al 20 keer geprobeerd om dit op te nemen. Het lukt me gewoon niet. Ik dacht ik neem even een filmpje op over Serious Request. Dat ik geld ga inzamelen. Maar het is echt... Een van de redenen raakt het me zo erg. Ik kan gewoon niet normaal praten. Ik kan gewoon niet mijn verhaal doen. Omdat ik het zo erg vind. Ik zit hier nog een beetje te werken. Ik heb de video geëdit. Ik begin met je hoofdpijn te krijgen. Correct. Nou goed. Kijk hoe leuk. Er zijn er inmiddels tientallen YouTube-sterren die gisteravond in Nederland kunnen leven van de inkomsten van hun eigen YouTube-kanaal. Ik krijg heel veel tweets, dus ik ben heel benieuwd. Zijn ze voor veel adverteerders zeer interessant, maar ook voor RTL. Zo bleek vorige week toen ja, YouTube-ster Mertabi binnenhaalde. Ja, de reden, hij bereikt wel de doelgroep van 18 tot 35 jaar, terwijl veel tv-zenders dat niet lukt. Ja. Maar hoe doen die zogenaamde... Hij loopt dat dit gewoon op tv gezegd wordt. Volgers op YouTube, nice. Zoals wij hebben, helaas, een beetje treurig. Naar 500.000. Het is ook wel veel flauwekul, hè? Ja. Hé, hey, voetklas! Hey Daan, ja, dit voetklas! Ja, dat werkt zo goed dat deze zogenoemde vloggers op YouTube honderdduizenden volgers hebben. In een top die de krant laat liggen en amper tv kijkt. Ja, het zijn wel celebrities. Ja, als ik met bepaalde YouTubers de straat over ga, dan is dat best wel lastig. En zo. Heel erg populair en beroemd, alleen onder een bepaalde doelgroep. En dat hebben ze weten te bereiken zonder dat ze op televisie komen. Dat je series maakt waarvoor mensen wekelijks of dagelijks terugkomen. Dit is mijn manager, voor degene die dat nog niet weet. Waarmee je groeit,
En ik vind dit zo leuk. Denken aan video's die je samen maakt met grote bekendheden. Ah, superleuk. Ik vind het echt leuk als er veel media-aandacht komt voor YouTubers en voor dit wereldje en wat wij doen. En ik merk dat door de jaren heen eerst snapten mensen het niet helemaal. Je hebt dan bloggen. Ja, bloggen en YouTube, het staat heel erg dicht bij elkaar. Vooral in onze meidensector, zeg maar. Ja, het staat dicht bij elkaar, maar mensen snapten het eerst zelfs niet helemaal. Maar nu is het wel, vooral bijvoorbeeld tv-zenders beginnen te beseffen dat wij soms meer kijkers hebben dan bepaalde tv-programma's. Dus ja. Ik ben zo lui met eten dat ik de hele dag al dit eet. Dan neem ik een rijstkiemacracker, hummus. Dit is die ene die ik zelf had gemaakt. En dan gewoon letterlijk zo erin dippen en eten. Gewoon nom nom, niet eens een bord, niks. Oké, mijn laptop gaat uit. Gregor belde net. Zijn scooter is stuk en die is naar de scootertent. En ik moet hem weer ophalen, want het is ook rottig weer. En ik heb gewoon van de 6 dingen op mijn to-do-list heb ik er eentje afgekregen. En dat is een serious request video. Ik had niet verwacht dat het zo... ik weet niet. Soms heb je... Weet je, ik weet gewoon bijvoorbeeld een favoriet en opgemaakt video. Dat heb ik zo redelijk snel opgenomen, binnen een uurtje en dan een uurtje editen. Maar dit heeft gewoon iets langer geduurd. Is niet erg, maar ik moet dit weekend dus even doorwerken. Sowieso met die drukke agenda. Ik moet gewoon even wat... Ja, ik ga dit weekend gewoon een beetje af en toe werken. Is niet erg. Ik vind het ook leuk. Ik bedoel, weet je, ik noem het wel werk, maar... It's fun. Siem is trouwens geobsedeerd door mijn hoes voor mijn laptop. Hij gaat daar heel vaak op zitten, slapen en knuffelen. Hé, knuffelkont. En vanavond is Sinterklaas. Yves en Steve komen hierheen en we gaan lekker Sinterklaas vieren. Of als we gaan gewoon dobbelen, dat doen we. Hebben we al een paar keer gedaan eigenlijk. Met de gekke cadeautjes. Dus ja, ik ga nu naar de kroeg waar Gregor zit. Misschien even een drankje doen daar. Thuis Foefje! We hebben nog even wat gedronken in een café. Ja. En zijn we thuis. In de kroeg. In de kroeg. Oh. Hoi. Wat moet je toch doen in de kroeg? Zeg jij altijd. Zo is het. Ik had dus laatst zoveel moeite met die wax weghalen. Ik ga jullie nu het andere trucje laten zien. Dit doe ik meestal. Kijk, dan zet ik hem er heel eventjes op. Gewoon letterlijk 1 minuut. En dan kan je zo met een lepel alles eruit halen. Ik ga nu deze tart erin doen. Dit is Yankee Candle Merry Marshmallow. Oh, fun. Cozy. Even het huis een beetje opruimen. Even vaat doen. Spulletjes hier, papieren. Wow. Mijn laptop kan weg. En even een beetje gezellig, een soort van... Opruimen gezellig maken voor zometeen Sinterklaas. We hadden het net over patat. Ja. Ik eet niet heel vaak patat. Wij eten sowieso niet... Ik ben niet zo'n hele grote fan van patat. Maar er is één patat. En dat soort dingen. Maar één patat. Nou ja, niet de patat zelf. Het gaat niet eens om de patat. Het gaat om de kruiden. Sowieso de lekkerste saus voor patat ever is de curry van Smullers. Ja. Iedereen weet dat. Maar... Kruiden, wij zaten op een Mondriaan. Mondriaan Delft, om precies te zijn. Die bestaat nu niet meer, het is nu Mondriaan. En daar was een patat. Ik had daar ook niet, eigenlijk niet heel veel patat, maar ze deden daar iets met de patat. Oranje kruiden. Het was oranje, weet je wel? Ze noemden, ze hadden het een naam gegeven, ook patatkruiden of zo. Maar ja, het was maar iets was van paprika. Zo lekker. Iedereen had die patat voor die... En dan mag er nog wat meer van die kruiden op. Oké. Super. Nee, je kon, uiteindelijk kon je het zelf doen. Oh ja, op het einde mocht het zelf doen. Ja, en dan gingen mensen het abusen, omdat iedereen zoveel van die kruiden wilde. Ja, anderen ergens anders op doen. Wie weet hoe die kruiden heten? Het was oranje. Het heette toen gewoon iets van patatkruiden, ja, maar... Ja, volgens mij heette het gewoon zo. Maar ik heb het nooit meer gegeten. Geen enkele patatzaak of iets heeft daarna nog die... Heb ik ooit die kruiden geproefd. Nee, het is echt super non. Super lekker. Ik wil het weer. Ik ook. En voor iedereen die vraagt hoe je een kaars eruit haalt, heb ik eerder laten zien, maar ik doe het dan nog een keertje. Je zet de kaars in een kommetje met heet water. Heet ze stamt van de kraan. En dan kan je het er zo uit scoopen in één keer. Zo. Lekker kratiaatje deze met mijn kaarsjes en mijn kopje thee. Hey Yves! Hey! We gaan patat halen! Ja, maar Steve wil nooit in beeld. Ja, volg me allemaal. Wat is het met alweer? Scareberry Lazy Ass. Je hebt al bijna 50 volgers. Yeah! Je had gewoon ook niks post, hè? We ontdekken net dit ding. Dit is een verse roltrap in plastic. Je kan erin kruipen, je kan dit doorknippen, je kan er afsliden. So many possibilities. Yes. Dit eten we dus ook echt nooit, maar nu, Yves, hoe YOLO is dit? YOLO.
Living on the edge, man. Super edge. YOLO. Dit is hartaanval in een zakje. We kijken de allerleukste Sinterklaasfilm ooit. Henk Temming en Hulp Sinterklaas. Hulp Sinterklaas. Hulp Sinterklaas. Hulp Grappig. Oh, dit is zo zielig. Je neemt allemaal cadeautjes en Poef met één chocoladeletter gaat. Oh. Maar, Poef? We hadden een bedragslimiet van 5 euro. En daar was ik best snel aangekomen. Hij heeft een banket. Nee, we weten het nog niet. Het is nog niet uitgepakt, maar... Goh. De buit. Wat? Die wordt gewoon in de gevangenis. Molenpolen. Zijn net begonnen. Waar wil je horen? En ik zit al in de gevangenis. Wat wil je? Wat did I do? De laatste keer dat ik dit speelde was ik heel klein. Ik weet het niet meer hoe het ging. Het is 14. 14? Ja. Mag ik een huisje? Dat we die in de pot laten, want die is echt een beetje zwart. Ja. Dat is eerlijk, want dit stond ook op laag. Ben ik of ben jij? Het is 3:15. Yves en ik waren in principe op de bank in slaap gevallen. Ze bleven maar Monopoly spelen. Inmiddels heb ik Gregor gewonnen. Ik ga lekker slapen. Camera in de lader. En ik zie jullie morgen weer. Doei! Het is Thursday, dus het gaat altijd jou. Het is speciaal voor jou. Ja, zo voelt het wel een beetje. Oké, het feest is heel gezellig. Maar ik heb bijna niks gefilmd. Want we staan alleen net te dansen.